Discovery Channel presenteert de Glenfiddich Challenge 2012. The six contestants in this great adventure have experienced a demanding journey so far. But today is the last chance to create a chapter in this story of commitment, endurance, and friendship. To complete the challenge is one thing, but to do it together is another. Is het 6:30? Heb jij goed geslapen, Jan? Ik heb heerlijk geslapen. Hopelijk is alles droog. Ja, hopelijk wel alles droog, ja. Het heeft vannacht behoorlijk geregend ook. Ja? Ja. Jan en Hilke, two brothers, but two opposites. Their need for the thrill will be felt today, but they will know it when they see it. Op deze laatste dag worden Jan en Hilke overgeleverd aan de elementen kracht en snelheid. Sneeuw. Gisteren kregen we een hoosbui van 5 minuten, maar dan met sneeuwvlokken ertussen. En nu staan we hier opeens midden in de sneeuw. Het is echt ongelooflijk hier in Schotland. Ik ben nog nooit in de sneeuw geweest. Weer winderig, sneeuwerig en koud. Tactiek gaan. Ja, dit is echt in het dal, ik dit niet gedacht. Je ziet het ook niet in het dal, want het is alleen maar wolk. Maar ben je hier zo, ja, vet. Met snelheden tot 70 km per uur razen de teams vanaf de top van Cairngorm Mountain een dal in. On to your last challenge. It's the rapids. We gaan kanoën vandaag, vanmiddag. Geen idee hoe lang, hoe ver, waarheen, maar het wordt pittig schijnt. Veel sturen, veel bijsturen. Een rustige rivier lijkt het, maar vergis je niet. Sturen, motor. Ja, kracht en brains, zeg maar. Hè? Brains and beauty, wat je wil. Ja. Brains, beauty dan. Dan zie je dat het water ten opzichte van je boot hoger komt. En dan moet je een beetje oppassen. Het heet een golf. Bram en Marnix bijten het spits af met goed gevolg. Hetzelfde geldt voor Nano en Jeroen, die de finish van de challenge al ruiken. Uiteindelijk was ik beauty, brains en de muscle. Fiets en met het kanoën, daar behendigheid en snelheid en naar beneden en hard en golven. Dat hebben we behoorlijk gemerkt. What an adventure it has been. A good story is worth more than gold itself. Wat een ervaring. Ik vond de groep erg leuk, dat vind ik altijd wel belangrijk. Ja, Buddy ken ik natuurlijk wel, Jeroen, maar ik vond de groep erg leuk, dat is goed. Lekker buiten de hele dag, koud af en toe, prima. Kan je op kleden, kousje keuze zeggen we dan. Ik vond het biken vandaag, ja, dat, ik denk als ik zou moeten zeggen wat was het allertofst, dan was dat. Ja, ongelooflijk gaaf en ik had echt niet willen missen. Echt niet. De challenge is ten einde. Angsten overwonnen, grenzen verlegd en nieuwe vrienden gemaakt. De challenge wordt mogelijk gemaakt door Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky.